Mijn naam is Laura de Vaan en ik ben handbikester. Ik ben in 2004 heb ik kennis gemaakt met het handbiken. Ik heb toen deelgenomen aan het EK. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk aan grote internationale toernooien deelgenomen. Ik heb deelgenomen aan de Paralympische Spelen in Beijing en in Londen. En in Londen heb ik het podium gehaald, zowel op de tijdrit als op de wegwedstrijd. In 2011 en 2015 ben ik wereldkampioen op de tijdrit geworden. Pas na Beijing ben ik echt topsport gaan bedrijven. Dus ik heb in Beijing wel deelgenomen en ik heb dat voor die tijd voor wel serieus benaderd. Maar achteraf was het toen nog geen topsport. Dat is echt pas na Beijing gekomen. En voor mij houdt het in dat het eigenlijk op de eerste plaats staat. Dat moet getraind worden. Nou ja, ik werk nog een beetje. En alle dingen die nog volgen, die moeten daaromheen. En als daar geen tijd meer voor is, dan komen ze te vervallen. Wat ik altijd mee wil geven is dat plezier voorop staat. Je kunt een doel stellen, ik wil de top bereiken. Maar als je nog helemaal aan het begin staat en dan aan de top denkt, dan is die stap eigenlijk te groot. Als je plezier hebt en je stelt dan haalbare doelen, nou ja, heb je het doel gehaald, stel je een volgend haalbaar doel. Zo kun je steeds hoger komen om wellicht de top inderdaad te bereiken. Dus doe het vooral stapje voor stapje. Ik wil de deelnemers van de Giro Unico heel veel plezier en heel veel succes wensen. Geniet ervan en geniet ook van de prestatie als je over de streep komt bij het eindpunt.